Enkele buurtbewoners zijn vanmorgen samengekomen aan de Piet en Dries molen, want er is groot nieuws. Het gemeentebestuur van Aalter heeft beslist om de molen te restaureren. Binnen 2 weken starten de eerste herstellingswerken. We gaan nu voor een korte instandhoudingswerk op 21 mei, waarbij dat de trap een stukje gaat gerestaureerd worden, de 2 molendeuren vervangen worden en dan eigenlijk maken dat de molenkast wind- en waterdicht is, zodat ook geen vogels er niet meer kunnen in nestelen. Dat gaan we doen in samenwerking met MOLA, het molenmuseum van de provincie Oost-Vlaanderen. Het volledige restauratiedossier zal normaal tegen september goedgekeurd worden door het agentschap Onroerend Erfgoed. En dan kunnen de grote werken beginnen. Dat is een volledige nieuwe trap. 2 trapleuningen onder andere. Heel wat technische zaken, zoals de vang die vernieuwd wordt, de molenstenen die opnieuw gaan bekeken worden. Maar een heel spectaculair stuk gaat zijn dat de molenkast hier achter me er volledig afgaat. Wij gaan kijken naar de kop van de olmenstaak die al dateert van 1782. Daar zit een hele grote bezorgdheid over het scharnierpunt erin. Wij hopen dat we die volledig in stand kunnen houden, maar de molenkast zelf, die gaat de volledige beplanking eraf. Wij gaan naar duurzaam hout, zodanig dat de eerste komende 30 à 40 jaar aan dat zeker geen kosten meer zullen zijn. Voor de buurtbewoners is de Piet en Driesmolen een monument. Velen wonen hier al jaren en weten nog goed hoe het er vroeger was. Ze kwamen met meel, dus met kar. De zakken werden omhoog gedraaid met de wind, dus werd de zak omhoog getrokken. In de bovenste zolder. En dan werd hij ingegoten en ging het onder de maalsteen. Dus, en onderaan kwam de bloem eruit en kwam het meel weer naar beneden. Dus, maar daar zat wel een dag tussen. Dat is al een zaak die veel ouderen nog kunnen, maar de jongeren weten niet meer hoe dat moet. Dus. Het is de bedoeling om de molen opnieuw maal- en draaivaardig te maken. En daar kan dit document uit 1956 bij helpen. Het is eigenlijk een volledige beschrijving van enerzijds hoe dat de molen werkt, wat dat de onderdelen zijn, heel technisch van de molen, hoe dat die opgebouwd is, maar ook wat er allemaal bij komt kijken om de molen te laten werken. Dus om het heel eenvoudig te zeggen, van het graan tot het meel, dat is eigenlijk de essentie van de molen. Dus. En ook, het is zeer uniek, want het is een van de weinige houten staakmolens die nog kunnen werken. Als ze er een klein beetje in investeren, kan hij weer perfect werken en kunnen we terug ons zondags meel komen halen. De volledige renovatie zal €364.000 kosten, maar Aalter kan wel rekenen op een erfgoedpremie van €150.000. De werken zullen ongeveer 1 jaar duren, maar er moet wel eerst een molenbouwer gevonden worden. Er zijn er slechts 2 meer in Vlaanderen. We gaan met dit dossier ook op naar Nederland om een molenbouwer te gaan zoeken. En het zal dan afhangen van het orderboek van de molenbouwer wanneer dat we effectief met de werken gaan starten. Dus ik hoop eind 2021 dat we een juiste timing kunnen geven.